Kleuters zijn niet meer welkom op de kermis in Den Bosch. Volgens de gemeente zijn er te vaak opstootjes rond de attractie en moeten de autootjes daarom maar helemaal verdwijnen. Ja, dat vind ik een absurd van woorden natuurlijk. Een zware discriminatie voor de autoscooters. Wat is volgens u een goede oplossing? Dat er van de politie iets toezicht meer wordt gehouden. Maar van ons eigen hebben we ook meer toezicht gehouden. Dus er zijn geen trammeland. Helaas, het ziet er somber uit voor de botsauto's. En wat de agressie betreft, dat verplaatst zich gewoon naar de draaimolens. Staan er kermistenten op het grote plein? Heerst er vreugde in het kamp van groot en klein? Weet je waar de meeste mensen willen zijn? Op de autoscooter is het reuze fijn. Bang, bang, autoscooters boogie. Bang, bang, wiggle waggle loogie. Bang, bang, want je wagen rijdt een rots. Dus hou je stevig vast wanneer je op een ander bot. Bang, bang, autoscooters boogie. Bang, bang, wiggle waggle woogie. Bang, bang, doe maar hard op je pedaal. Voor overdreven snelheid krijg je geen procesverbaal. Zo rijd je als een testpiloot, gebogen op je stuur. De motor draait op volle kracht aan 15 in het uur. Bang, bang, autoscooters boogie. Bang, bang, wiggle waggle woogie. Bang, bang, kijk goed uit en doe je best. Dan kom je zonder ongelukken uit die mierennest. Want je wagen rijdt een rots, dus hou je stevig vast wanneer je op een ander bot. Bang, bang, autoscooters boogie. Bang, bang, wiggle waggle loogie. Bang, bang, duw maar hard op je pedaal. Voor overdreven snelheid krijg je geen procesverbaal. Zo rijd je als een testpiloot, gebogen op je stuur. De motor draait op volle kracht aan 15 in het uur. Autoscooters boogie. Wiggle waggle boogie. Kijk goed uit en doe je best. Dan kom je zonder ongelukken uit die mierennest.